Jongens, tussen jou en mij, hè? Die fucking Gert, die kan de pot op. Hij is dus gewoon een fucking piraat. Hij heeft mensen zitten uitmoorden. Hij heeft gewoon dingen zitten jatten hier. Ik ga die vent echt niet meer helpen. Fuck dat. Hoi, ik ben David. Op Dus David Games kan je een blauw duimpje op video's achterlaten, oftewel een like. Op maandbasis kunnen dat er een heleboel zijn. Ik en vele YouTubers vragen altijd om likes, maar waarvoor precies? Bij DDG steun jij met je like een goed doel. Tot en met december is dat KWF kankerbestrijding. Voor elke 1000 likes doneer ik eind dit jaar een euro. Vanaf vandaag. Vorige maand zou dat dus bijna 400 euro geweest zijn. Help jij dus DDG en een goed doel? Dan weet je nu wat je moet doen. Welkom bij een custom map van een kijker. We hebben iets nieuws. Yes! Fucking hell. Allereerst, ik ben een bij vandaag. Zie, ik heb mijn bijentrui aan. Dat is een soort variatie op het originele Dus David shirt. Denk ik, ik weet niet. Ik ben gestrand. Oh nee, ik ben gestrand. Ah, dus waarschijnlijk een deel van het schip. En de rest ligt hier. We gaan het even lezen wat het is. Het is een adventure map, weet ik al. Adventure mode. Adventure, geweldig. Speelt wel op easy. Hallo David, ik ben dus eindelijk. Oké, voor mij heeft hij dyslexie. En dan gaan we hem niet meer pesten. Ik ga het gewoon normaal oplezen. Een avonturenmap. Boek met regels en verhaal zit in de chest. Het boek met verhaal moet je altijd bij je hebben. Lees de uitleg goed. Map gemaakt door Mart van der Sanden. PS, als er taalfouten in het boek staan, ik heb... Ik ben dyslexie, yes! Ik wist het gewoon. Nou, gefeliciteerd. Bij deze zijn wij allebei baas. Want ik wist het en jij bent het. En daarom zijn we freaking awesome. Wat ligt waarin? In de kist? Oh, kist. Hey, we gaan het even checken. Adventure mode. Dat betekent dus dat ik dit zand... niet kapot kan slaan. Oké, awesome. Heel veel eten. Het verhaal. Ik zeg dan... Huh? Verbannen? Omdat ik niet van Jumbo's hou? Kom op zeg. Maar ja, oké, ik overleef me wel. Want ik heb wat vlees gekregen. En er is hier genoeg scheepswrak dat kan branden. Dus. Een aantal minuten later. Hé, hey, kijk daar. Een eiland met een huis. Ik ga... Kijken. Eenmaal aangekomen bij het eiland. Wat ziet hij hieruit alsof hij al 1000 jaar oud is zeg. Eenmaal boven aangekomen. Gert zeg. Wie is Gert? Zeg Gert zeg. Hé! Hey! Ja daar! Dus ik zeg. Huh? Woe! Huh? Wie? Hallo? Wie ben ik? Wie bent u? Ik bedoel, ik ben David. En zegt hij, hi, ik ben Gert. Ik ben hier gevangen. Wil je me helpen hieruit te komen? Trouwens, wat doe je hier? Meester Tony vraagt erna. David zegt, ik ben verder op een eiland, daar gedropt. Omdat ik verbannen ben, omdat ik niet van jumpmaps hou. Zegt Gert, ja, ik snap het. Dat was easy, die man die gelooft alles. Maar ja, ik wil je er wel uit helpen, maar waar is de sleutel? Haha, denk jij dat je de... machtige grote gemene heks Lea te verslaan om de sleutel van mij te halen? Ik denk, ik heb er toch niks te doen, waar is die heks dan? Zegt hij, ik weet niet of ze wil praten, maar ja, volg het pad naar de toverkamer. Daar is ze. David zegt, oké, tot zo. En de heks zegt, what the fuck? De heks zegt, hallo David! Voor mij moet ik het allemaal doen, of niet? Denk ik hoor. Voor mij ben ik het hele verhaal laten spoilen. En moet het allemaal nog gebeuren? Of niet? Oh, ik dacht ik moet eerst de hele regels uitlezen ofzo. Nou, oké, we gaan. Nou, gewoon even kijken. Oh, dat ziet eruit als... Nou, nah. Boeie. Oh, hier heeft iemand veel tijd in gestoken. I like it already. Nou, ei. Ei, we hebben hout. Hé, hey, wacht eens even. Als ik het andere bootje pak, dan heb ik tools. Wat is dit? Hè? Oh, een boot. Wacht. Ik moet Gert zoeken, dat moet ik doen. Gert, waar zit je kut? Gert, hier is Gert. Hallo. Aha, dus. Ik ben verbannen. Denk jij dat je de sleutel kan hebben? De machtige heks? Volg het pad naar de toverkamer, daar is ze. We gaan naar de toverkamer, van daar is Lea de heks. En we gaan met lekker en... Hallo? Lea. Oh. Mooi, oh kut. Mooi dat we dat aangetrekken. Fuck deze shit. Fuck deze shit. Lea! Ben je dan kut? Hallo? Lea! Oké, we gaan met Lea de heks praten. Hallo David! Oké, dat brengt jullie nachtmerries waarschijnlijk. Ken je de heks van Eo nog? Het was mijn beste vriendin tot vorig jaar! Maar ja, ik had jou verwacht. Aangedaan, ik ben Lea! En ze steekt haar verlepte hand door het hek. Ah! Aangenaam, denk ik. Ik pak een doekje en ik schud mijn hand er... Wat? En schud zijn hand er... mee. Hi, hallo. Hek zegt... Nou, wat vriendelijk kan ook wel hoor! Dag ja, ik denk dat het nu wel tijd is voor een hapje van je lekkere sappige beentjes! Nee, wacht! Ik wil je helpen! Helpen? Met wat dan wel, hè? Ik wil de gevangenen vrijlaten. Nou,
Laat maar, daar staat wel iets tegenover. Wat dan? Zeg het maar. Hij wil seks met de heks van Rotterdam. Nee? Oké, iets anders. Je moet het hoofd van mijn dochter en mijn man naar mij brengen op de Konklukker begraafplaats. Doe ze hier in de hopper. En David heeft aan de opdracht voldaan en keert... Wat? Oké. Oké, bitch, maar waar is dan in godsnaam je hopper? Ja, hier is je hopper, waar is dan je man? Het kunnen... De Koninklijke begraafplaats. Ik denk dat het... Oh, wacht eens even. Dood. Het hoofd van heer Laos. Nice, man. Beetje creepy. Jij laat mij op YouTube, waar iedereen kan zien, laat je mij een kindergraf... Ah, dit kan niet, man. Dit kan ik niet... Ik kan dit niet maken. What the fuck staat hier? Oh, ik dacht even dat ik in een graf stond van iemand. Ja. Gestorven tijdens piratenaanval. Nee. Ik moet even kijken hoe ik dat graf kan... Ik moet even kijken hoe ik het graf van een kindje kan doorspitten, want ik heb haar hoofd nodig. Een onbekend persoon wil ik redden, ja? En daarvoor ga ik 2 graven leeghalen. En met een of andere gare Lea een of andere afspraak maken, man. Ik had nog beter fucking Voice of Holland kunnen kijken of zo. Nog tenminste nog een klein beetje meer. Interessant. Nou, bitch, waar zit je hoofd? Oké, wat we gaan doen, we gaan kijken of we de heks kunnen triggeren. Ik ga er gewoon iets anders in flikkeren. Oh, kut. Ik ga gewoon kijken of ze erin trapt als ik met iets heel anders aankom. Oké, Lea, was ik weer. Hallo! Ja, hi. We gaan deze erin doen. Zo. Plop. En een stick. Oh, dankjewel zeg. Ik wist niet dat het zo'n raar hoofd was van mijn dochter. Hé, hey, ik weet het. Raar wijf. Zo. En heb je ze? Ja, hier. Dat heb ik net gedaan. Ja, maar mag ik dan nu de sleutel? Ha! David, moet niet zo snel. Je moet nog eerst zien te bevrijden. Ga langs het kasteel en neem de wachters. En neem het zwaard van baan. Oké, maar ik ga eens even kijken bij Gert. De tijd dringt! Ja, bitch, luister. Het staat er niet hoor. Bitch, luister. Eerst zeg je, graaf 2 schedels eruit. Ja? En dan krijg je die sleutel. Nu moet ik ook schijnbaar nog in een of ander fucking kasteel. Wat, wil je de volgende keer dat je wil je nog een fucking rugmassage? Kom op. Gert! Kom, zie ik dat? Hey, Gert! Hey, David, zo snel. Oh nee, was, ja, dat is een goede stem. David zegt, nee, ik wou nog iets vragen. En dat is? Dan zeg ik, hoe kom je in die cel? Dan zegt Gert, zucht. Pff, je weet toch dat het eiland hier is aangevallen, hè? Ik zo, ja, weet ik dat. Maar ja, ik was bewoning van het piratenschip. We overvielen en roofden alles. Ik liep terug naar de boot toen ik KO werd geslagen door een bewaker. Ik werd gevangen en ondervraagd in deze cel. Sindsdien is er verder niet veel gebeurd. Alleen een schip dat aangevallen is door piraten. Oh, joh, voor de rest is er niks gebeurd. En dat er één jongen was hier die ook net zoals jij probeerde mij te helpen. Van daar de scheepswrakken. Oké, maar ik ga. Ik ga je bevrijden tot straks. En ik loop naar de poort van het kasteel. Jongens, tussen jou en mij, hè? Die fucking Gert. Ik kan de pot op. Hij is dus gewoon een fucking piraat. Hij heeft mensen zitten uitmoorden. Hij heeft gewoon dingen zitten jatten hier. Ik ga die vent echt niet meer helpen. Fuck dat. Zo, ik ben binnen. Kom dan, bitches. Hè? Wie wilde dan van mij? Ja? Ik heb ze. Allemaal dood. In één keer. Schijnbaar doe je mops het niet. Wat best raar is. En hier moeten we waarschijnlijk omhoog. Oh, spannende muziek graag. Net gered, zeg. Oké, ik zag het bijna niet. En hoep, ha, hoep, hoep. Wie gebruikt nog het woord? Torenkamer. We zijn in de torenkamers. Hallo. En... Ik heb de hendel, maar zat die heks hier niet? Heb ik al die tijd tegen een... Oh, hey, slim. We kunnen via hier terug. Hup. Oké, we gaan het boek er weer even bij pakken. Want ik heb geen flauw idee wat hier gebeurt. De heksen... Oh, bah, fuck, de heks zijn nog. Oké, zoals beloofd is daar in de chest de sleutel. Ik zeg, oké, maar ik heb nog iets voor je. Wat dan? Dit scherpe zwaard. Oh, kut, ik heb Lea vermoord. Ja, bam. Zo, en nu ga ik Gert bevrijden. Oké, aangekomen bij Gert. Dan moet even naar Gert. Gert! We hebben de heks vermoord. Wat een... Oh, dit is zo typisch. Typisch
jongeren dit, hè. Van, een heks is niet per definitie slecht. Een heks kan ook een heel goed persoon zijn. En misschien is ze wel, heeft ze wel nooit iets gedaan. Dat weet je niet. Omdat ze een heks is, dat is een Wiccan. En laat maar, dit is te veel. En Gert klinkt als een fucking klootzak. Hey Gert, kut! Ik vertrouw je niet. Mooi, later. Doeg! Oké, okay, en voor mij gingen we nog vieren. Iets, wat gingen we vieren? Oké, okay, Gert, ja, doeg. Ik heb je dus niet... Gert zegt, ik ben nu onze kapitein. Beter gezegd, Davy Jones. Oké, okay, we gaan naar het schip. We gaan naar het schip toe. En ik heb zonder anderen. Dat scheelt ook een heleboel provisie. Want ik heb nog heel veel honger, zoals je ziet. En ik kan dat best wel gebruiken. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Er zit nog iemand. Wie is dat? Wie is dat? Wie zit er op die boot? Zijn jullie vrienden van Gert? Nooit die vertrouwen, die gast. Hoppakee! Zijn toch op de boot? Oh god, wat? Ga los. Ja, dat we dat dus doen. Eerst even kijken of er nog iets te vinden valt. Mooie spulletjes. Hier zit niks. Hier zit niks. Oh, maar het hele... Ik vertrouw vrienden van Gert gewoon niet, sorry. Jullie zijn gewoon piraten, jullie zijn helemaal geen normale mensen. Nee, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Dan ga ik ondertussen afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Een keer wat anders, een keer een beetje ja, roleplay of hoe je het maar wil noemen. Zo, dat is wel genoeg. Dan gaan we omhoog. Dus echt super tof dat je dit gemaakt hebt. Ik weet niet of jij zelf ook Gert heet. Zou wel heel grappig zijn. Ik zal even laten zien hoe we dit klusje klaren, let op hè. Zo. Hoppakee. Oké dan. Hop. En dat doen we zo. En dan gaan we. Hoppakee! Bullseye. Oh, maar dat is een mooi schip geworden. Eten! Ja! Wat de... Ik had jullie natuurlijk helemaal niet doodgemaakt. Fuck. Pa. Ja. Moord ze allemaal uit. Waar zit die? Oh, daar. Ah, is veel te ver. Bedankt voor het kijken, jongens. Heel erg tof, deze map. Doe vaker dit soort gekke shit. Maakt me allemaal niet uit. Het zou natuurlijk leuk zijn als de character er ook is, de witch. Denk ik. Ik weet niet, maar het zou. Het is een leuke toevoeging. Dus check eventjes je map 25 keer. Geef mij duidelijk aan of ik op 1.7.2 of op 1.8 moet spelen. Of op 1.6 of op 1.5.9. Kan mij het schelen. Maar geef even de versie aan. Dan maak je het mij in ieder geval een heel stuk makkelijk. Makkelijkerder. En ja, dat was hem. Doe even een like. Abonneer op de Zelf Games. Check de andere custom maps van een kijker. Dit was hem alweer. Ik zeg... Tot de volgende keer!